Goedemorgen. Vandaag hebben we een dag met blauwe luchten, opklaringen, maar ook een paar stevige regen- en onweersbuien. Dus weer een onstabiele dag, een wisselvallig weertype met een stevige wind. Oh, goedenavond natuurlijk, of goeiedag. Zei ik dat? Oh, maar tussen de buien door is er ook blauwe lucht te zien. Er staat niet alleen veel wind, maar er komen ook buien ons land binnen. Met zijn 27 jaar oud is hij veruit de jongste weerman op de landelijke televisie. En dat hij hier nu staat, was niet helemaal vanzelfsprekend. Hij groeit namelijk op als oudste zoon in een echte boerenfamilie. Simone, hoi. Jij wilde graag hier afspreken. Ja, dat klopt, ja. Ja, hier is alles begonnen, hè. In het mooie Achterhoekse Ruurlo. Als klein kind liep ik echt rond te rennen hier door de weilanden. En als er dan buien aankwamen, dan zag ik het echt op me afkomen. En toen dacht ik altijd al van, nou, dat is toch echt fantastisch. Als ik daar iets mee kan doen met het weer, dan zou het echt super tof zijn. Dus dit is jouw thuis hier? Dit is mijn thuis. Hier ben ik geboren en opgegroeid, ja, klopt. Het heeft mij echt gevormd, ja. Ja, mijn vader moest altijd voor de boerderij weten wat het weer deed. En ik werd er eigenlijk een beetje meegenomen altijd. En er kwam een moment dat ik het zelf begon op te zoeken zonder mijn vader. En toen begon echt die passie te ontstaan. Al snel komt hij erachter dat het boerenleven niet voor hem is weggelegd. Maar het is wel de omgeving hier in de Achterhoek die hem weet te inspireren. Of het nou in de sloot was, op een vlot of in een boomhut of lekker in de wei aan het rennen. Ik was altijd buiten. Ja, zo is echt die liefde voor het weer steeds verder gegroeid. Want je krijgt alles mee hier op het platteland. Als je in de stad bent, dan zie je gewoon veel minder van het weer. En hier, je voelt het wind, je ziet de horizon, de wolken, elke bui zie je aankomen. Daar dacht ik altijd van, ik wil er echt wat mee gaan doen laten. En kom je hier nog graag? Ja, ik kom hier iedere maand nog wel, denk ik. En het grappige is, als ik dus hier ben geweest, dan komt dat dialect weer naar boven. Dan ga ik een beetje zo praten. Hè. En dan, als ik daarna weer naar de televisie ga, dan moet ik echt letten op mijn accent. Want ik mag niet van die uitschieters hebben. Ik heb echt een stemcoach gehad om die Achterhoekse klanken een beetje uit te krijgen. Anders mocht het niet voor televisie. Mag dat echt niet? Nee, waarom niet? Nee, ze zijn heel streng. Echt de uitschieters, zeg maar, die O en die E, die moeten eruit. En dan mag je nog wel een beetje een accent hebben. Dan mag je daarmee de bevolking uit het oosten vertegenwoordigen. Dus... Ja, want het is ook wie jij bent. Precies, ik presenteer het weer voor heel Nederland. Dus heel veel mensen hebben ook gewoon een accent. Dus ja, waarom zou ik het dan niet mogen hebben? Ja. Dit is eigenlijk het kantoor van mijn vader. Maar het is ook de plek waar mijn weercomputer staat. Hier zie je precies wat het weer buiten doet. Dat is heel leuk. De gevoelstemperatuur is 18 graden. En de wind die is nu 21 km per uur uit het zuiden. Oh ja, dit. Wat ja, is dit? Dat was ik allemaal vergeten. Ja. Komt hier gewoon uit de kast? Er was een... Hier, Jordi? Ja, in groep 8 mocht ik iedere maand in het blad van de basisschool een weerbericht schrijven. Dat was al helemaal vergeten. Maar dit is inderdaad, dit is een heel boekwerk. Ja, een heel boekwerk. Dit is jarenlang aan... Er staan wel 3, 4 de grote kalender op de muur. Dan moest hij even het weer en zoveel regen is gevallen. Kijk, uniek regenrecord. Ik knipte krantenknipsels uit. Alles bewaarde ik. Weerspreuken erin plakken. Bijvoorbeeld als de dagen lengen, gaat de winter strenger. Wat dus betekent, hè, als de langste dag, als de kortste dag is geweest, moet de winter eigenlijk nog beginnen. Yes. Zo, heel goed. En ook het weiland van zijn ouders moet eraan geloven. Als tiener bouwt hij er een professioneel weerstation. Die mast hebben twee vrienden van mij in elkaar gezet. Die hebben dat echt zitten lassen. Dat was in 2010. Eerst lag hij plat en met een trekker hebben we hem opgetild. En toen kantelde hij. En toen zei hij een soort van klik. En toen hebben we met hele grote schroeven hem aangedraaid, in het beton gezet en zand erover. En toen stond hij dus. Nou, dit is dus een ouderwetse weerhut die dus handmatig moet worden afgelezen. En tot de jaren 90 gingen alle waarnemers van het KNMI dus elke ochtend naar de hut toe. En dan gingen ze de thermometers aflezen. En als je dan wil aflezen, kijk je eerst naar wat is de maximumtemperatuur geweest. Nou, die is ruim 22 graden. Dan schud je hem uit. En nu gaat hij weer terug naar de actuele temperatuur. En dan weet je dus weer wat het nu is. Nu is het dus ook 22 graden. En nu moeten we er gauw dicht doen, want anders gaat de temperatuur in de hut omhoog. En dat mag niet. Ondanks zijn enthousiasme gaat het op school niet altijd vanzelf. Maar hij houdt vast aan zijn droom en studeert uiteindelijk af als meteoroloog. Daarna maakt hij zijn eerste meters bij de regionale omroep. En dat zien we ook op deze foto. En dan gaat het snel. Hoe is het voor u om hem nu zo op tv te zien? De eerste keer is hij eigenlijk een beetje vreemd, een beetje trots. Maar nou, eigenlijk, als je hem vaker hebt gezien, is hij gewoon. Gisteren na 12 was hij ook op Show News erop. En, ik was op kantoor wat dingen van de koeien aan het nakijken. En zei mevrouw, god, Jordi is er ook op. Nou, even kijken en dan nooit weer uitgebreid weer van Jordi. En 12 beelden stonden gisteren niet op.
Nee, ik had gisteren... Jordi altijd, dat vind ik altijd mooi van, eet een kaart van Nederland en vaak of Beltrum of Ruurlo zit Jordi erop. Mensen. Ja. Hun zelfs... mogen altijd de eigen plaats erop zitten en het lijkt mooi, Beltrum staat er dan op. Wat het weer betreft is 2021 een jaar van extremen. Van sneeuwstorm tot tropische hitte en recent nog de overstromingen in Limburg. Zo'n Limburg, is dat dan klimaatverandering? Kun je dat zeggen? Nou, ik denk dat zo'n overstroming een jaar of 30 geleden ook gewoon was gebeurd. Want het was gewoon een hele uitzonderlijke situatie. Maar je ziet wel dat de buien tegenwoordig per graad opwarming 13% zwaarder worden. Dus er is gewoon meer regen gevallen dan dezelfde situatie als vroeger. We hebben wel betere dijken dan vroeger natuurlijk. Want er stroomde nu meer water door de Maas dan in 1995. En toen overstroomde die. Nu is het op veel plekken net goed gegaan. Maar ja... De klimaatverandering gaat wel door, dus dit soort events kunnen nog steeds voorkomen in de toekomst en misschien nog wel wat extremer worden. Ja, en daar moeten mensen wel rekening mee houden dat het opnieuw wel mis kan gaan, ja. Wat gaan we hier doen? Nou, hier in Hilversum ga ik mijn presentaties maken. Dat betekent dat ik alles zelf ga doen. Ik kan de wolkjes invullen, de temperaturen, neerslag, hoogdrukgebieden, laagdrukgebieden, alles doe ik zelf. En dan maak ik straks 5 presentaties die ik dan daarna ga presenteren op televisie. Oké, geen tijd te verliezen dus. Nee, let's go. Als het goed is, hangen de pakken voor mij klaar. En dat klopt ook, dan hangen pakken klaar. Ik mag niet in een spijkerbroek. Dat maakt dan weer te jong. Dus ik moet een beetje volwassenheid uitstralen. En nou, vandaag hangt deze klaar voor 30 juli. Ben je het daarmee eens? Ja, ik ben het wel mee eens. Het zijn allemaal hele mooie pakken. Dus je ziet ook wel verschillende pakken allemaal. Kijk, dit is er weer een blauwe. Dus het ligt een beetje aan wat voor weer het is. Hoe mooier het weer, hoe vrolijker en hoe lichter het pak is, zeg maar. Dus daar kijken ze wel naar. Soms laat het een beetje in de krul zitten, maar we hebben ook wel eens een beetje tussenin gedaan, hè? Ja. Ja, misschien is dat wel leuk voor vandaag. En wat is jouw stijl? Mijn stijl? Ja, niet te serieus. Ik ben natuurlijk echt een weergek. En als het regent, dan vlieg ik ook gewoon naar buiten, normaal gesproken. En dan sta ik echt voor het raam of ik ga inlopen. Dus ja, mijn stijl is toch wel een beetje, ja, toch wel een beetje wat mensen misschien niet altijd van houden. Maar juist, juist die buien die overtrekken, dat ik daar juist de mooiste foto's van laat zien. En dat ik mijn enthousiasme erin vertel van kijk, het is een prachtige buienwolk eens. En zo heet deze wolk en dit is die wolk. Dat mensen toch wat van opsteken en ook een beetje van die enthousiasme meekrijgen. En misschien toch nog wel dat toch nog wel een beetje leuk vinden. Want vaak vinden mensen regen maar slecht. Maar je moet eens kijken wat we mooie buienlucht hebben gehad deze week. Nou, dat laat ik dan nu zien. Dan hoop ik dat mensen toch een beetje enthousiast worden van die mooie wolken. Had je durven dromen dat je hier nu zou staan een paar jaar geleden? Nee, echt niet. Het was altijd wel een droom. Maar ik dacht van ja, ik zie wel of het uitkomt en wanneer dat dan is. Maar het is net heel snel gegaan. En nu sta ik hier dus inderdaad. Ja. Die jongen uit de achterhoek. Ja, inderdaad. Ja, wie had dat gedacht?